De directie van de Hakeringbank is niet ontevreden over de bereikte resultaten in het eerste halfjaar, ondanks deze een beetje onder de begrote doelstellingen van het jaarplan 2016 zijn uitgekomen. Het halfjaarrapport is de vorige week uitgekomen en volgens de bank iets later dan gebruikelijk. De reden hiertoe is dat op de laatste jaarvergadering enige commotie was ontstaan over de benoeming van RVC-leden. Volgens Hakeringbank-directeur Jim Boussaid zijn de benoemingen geweest en is de positie van de regering nu duidelijker geworden, waardoor de rust nu teruggekeerd is. Boussaid zei verder dat de resultaten zijn geboekt ondanks de moeilijke macro-economische situatie in het eerste halfjaar. Met een toenemende inflatie en stijging van de koers, dat heeft een impact op onze bank. Hogere kosten, maar ook cliënten die minder willen lenen. Verslechterde debiteurenportefeuille, ook omdat de staat achterstanden heeft en klanten ook lijden van dus de verslechterende macro-economische omstandigheden. We zijn tevreden, het balans totaal is gegroeid met 32%. Een groot deel komt omdat onze valutabezittingen, om het zo te zeggen, valutakredieten, dat we die moesten herwaarderen. En dat leidt natuurlijk tot een toename van je balans totaal. De cijfers zijn erg beïnvloed door dus de devaluatie en de inflatie. Onze winst is ook gestegen. Een belangrijk deel komt door koerswinst op onze valutapositie met 2%. We hebben wel hogere voorzieningen moeten treffen voor slechte debiteuren. Dat is een patroon dat je in het hele bankwezen ziet. Maar we zijn tevreden met de geboekte resultaten. Een winstgroei van 2%. En we zijn ook blij dat we een dividend kunnen uitkeren van 3,60 per aandeel van 15 cent. Het is wel minder dan voorgaande jaren. Maar we zijn blij dat we toch de aandeelhouders een uitkering kunnen doen. En ik hoop dat ze tevreden zijn. In het halfjaarrapport is ook aangegeven dat de economie gestabiliseerd moet worden. Dit moet volgens Boussaid ertoe leiden dat de wisselkoers stabiel wordt en de inflatie omlaag gaat. Prijsstabiliteit is onder meer van belang voor ondernemend Suriname die daardoor kan plannen. En de risico's voor ons zijn daardoor ook wel minder. Wij denken dat het herstelplan dat nu wordt uitgevoerd een goed plan is, alleen dat plan moet op een goede manier en gedisciplineerd worden uitgevoerd. Er liggen daar grote uitdagingen, vooral op het gebied van de overheidsfinanciën. Daar moeten belangrijke maatregelen worden getroffen. De verstoring komt vanwege de verstoring van de overheidsfinanciën. Dus wij denken dat die maatregelen goed moeten worden uitgevoerd, zodat de condities worden gecreëerd voor een stabiele economie met een stabiele wisselkoers en een hele lage inflatie. Boussaid legt verder uit dat dit halfjaarrapport wordt uitgegeven om de belanghebbenden te laten zien hoe het met de bank gaat. Hij geeft eerlijk toe dat er wat bezorgdheid was in augustus toen RVC-leden met een politieke signatuur werden benoemd. Gelukkig is hierin duidelijkheid gekomen en heeft dit het vertrouwen in de bank niet geschaad. Boussaid brengt daarom dank uit aan de gemeenschap voor dit vertrouwen.